jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de jamstalk. Champs, heel erg goed om jullie allemaal weer te zien. We zijn hier natuurlijk bij SB Gym in Utrecht en ik zit hier naast de one and only. Jaffa Wilnes, goeiedag allemaal. Hoe is het met je? Gaat alles goed? Ja, goed man. Goed man, lekker. Mooi om te horen. Net klaar met trainen, dus voelt altijd goed, hè? Yes, yes. Ja, ik vind altijd, jullie trainingen bij SB Gym gaan altijd hard aan toe, vind ik altijd. Hard? Ja, het gaat hard voor degene die kijken, voor degene in de buiten staan, dat gaat er hard aan toe, maar juist. Het is in principe gewoon normaal en heel technisch. Ja. Jullie hebben heel veel vechters momenteel in de sportschool die natuurlijk ook een gevecht opkomen hebben. Natuurlijk, om niet te vergeten, Jason Wilnes, die natuurlijk bij Boxing Influencers gaat vechten. Mm. Hoe bereiden jullie elkaar, hoe bereid jij hem voor op dat gevecht? Want het is natuurlijk wel een andere genre. Het is een andere genre, maar het is boksen en dat... Ja, als kickbokser moet je een beetje kunnen boksen. Weet je? En vooral mijn broertje Jason, voor degene die hem kennen. Zijn handen zijn de sterkste wapens. Ja. Dus nu gaat hij iets doen waarbij hij alleen zijn armen mag gebruiken, dus boksen. Dus ik denk dat dat voor hem juist heel positief en heel goed is. En voor zijn tegenstander heel gevaarlijk. Ja. Jason komt nu uit zijn beste krachten. En Je hoeft hem natuurlijk niet echt, hij is heel ervaren, maar natuurlijk dat extra setje, dat heeft iedere vechter nodig. Ja. Alleen natuurlijk heeft hij gewoon zoveel ervaring dat hij weet wat hem te wachten staat. Het is een andere game, ja. Maar al de voorbereidingen en al die dingetjes zijn hetzelfde. Dus, Okay. Ja. En natuurlijk Melvin Manhoef, die natuurlijk ook precies op diezelfde avond gaat vechten. Ja. Ik merk vooral dat ze inderdaad met z'n tweeën vooral veel bezig zijn. Ja, ze trainen met iedereen. Nou, vandaag hebben ze elkaar gevonden, om het even zo te zeggen, hebben ze samen getraind. En dat ziet natuurlijk gruwelijk goed uit. Ja. Allebei supersnel, allebei sterk, allebei handig. En zoals je ziet, het is allebei voor allebei hun eerste bokspartij. Maar zo ziet het er niet uit. Nee. Nee, zo ziet het er niet. Zeg maar allebei profs. Dus, inderdaad. Ja. Ik wil het ook eventjes over jou gaan hebben. Jij zou natuurlijk op 92 hebben gevochten. Glory 92, als het goed is, tegen Levi Richters. Maar dat is natuurlijk niet doorgegaan. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb toen mijn partij helaas moeten afzeggen. Ik had mijn hamstring ingescheurd. Mm-hmm. En dat was heel vervelend. Ja. Want ik was echt gebrand voor die partij. Mm-hmm. En Levi doet het natuurlijk hartstikke goed. En, ik wou gewoon laten zien dat ik er nog steeds ben. Ja. Ondanks mijn laatste verlies bij Glory en Cookie. Maar ik geloof nog steeds in mezelf en ik heb het nog steeds. Alleen ik heb hem toen moeten afmelden. De laatste paar trainingsweken. Mm-hmm. Het ging goed, alleen de laatste paar trainingsweken scheurde ik mijn hamstring in. Kan gebeuren, het is de fight game. Het kan in elk hoekje ligt natuurlijk een groot gevaar. Alles gebeurt met de reden. Precies, dat zeggen ze inderdaad. Ja. Alles gebeurt met een reden. Was jij heel erg gebrand op Levi voor dat gevecht? Want ik weet, Saïd is een hele technische trainer. Ja, dus... kijk, ik was heel erg gebrand op een gevecht. Okay. Maakt mij niet uit tegen wie het was. Omdat ik gewoon voor mezelf iets moest goed maken. Na mijn laatste glorie gevecht moest ik iets voor mezelf goed maken. En nu was het Levi. Mm-hmm. Ja, mooier kon het niet voor mij. Nee. Was ik gelijk weer back en had ik gelijk weer even een stempel neergezet. Ja. Maar ja, het mocht niet zo zijn. Helaas. Maar ja, nu gaan we weer een andere weg inslaan en gaan we gewoon weer... Ik wil gewoon lekker draaien. Beter terugkomen dan nooit tevoren. Want heb jij ook het gevoel dat je jezelf moet bewijzen, nu je natuurlijk op dit pad zit? Ik hoef mezelf niks te bewijzen. Okay. Ik heb... heel veel mooie, leuke partijen gedraaid, harde partijen gedraaid. Fight of the Years gedraaid. Verschillende titels gewonnen. Eén titel mis ik en dat is de Glory titel. Dat is de Glory belt. Heb ik bijna alle titels gehaald. Dus nee, maar zelf hoef ik niks te bewijzen. Mijn fans hoef ik ook niks te bewijzen. Ik doe het puur omdat ik het echt leuk vind. Ja. Ik vind het echt leuk en natuurlijk betaalt het leuk.
en betaalt het goed. Maar ik doe het echt omdat ik het leuk vind. Ja. En zodra mijn gezondheid of dat soort dingen gaan spelen, ja, dan is het voor mij klaar. Maar zover is het nog niet. En nee. Ik kan nog iets doen waar ik verschrikkelijk veel van geniet. Dus waarom niet? Ja, ik wou het al gaan zeggen. Je bent natuurlijk al behoorlijk ervaren als het gaat om binnen de vierkante ring staan. Ja, ja, we hebben al heel wat ervaring. Heel wat jaartjes meegedraaid. Ja, heel wat jaartjes meegedraaid. En gelukkig zonder hele erge blessures. Dus ja, ik ben Allah dankbaar. Mooi, hartstikke mooi om te horen. Je zegt het zelf, de glorypelt die ontbreekt nog. Mm. Is dat wel iets wat in je achterhoofd speelt? Natuurlijk. Tuurlijk, als je iets doet, wil je niet iets doen zomaar. Nee. Je wilt uiteindelijk de beste erin worden. Ja. Voor mij heeft het veel obstakels gehad. Mm-hmm. Maar ik ben er nog steeds. Juist. En ik ga er nog steeds voor. En natuurlijk, het lijkt heel ver weg. Maar ik ben van mening dat als je gewoon een paar keer een paar goede wedstrijden vecht, dat je er zo ook weer bent. Ja. En dat is bij ons op in de divisie, zwaargewichten. Ja, daar hoef je maar één of twee goede wedstrijden te draaien. Goede knockouts te gooien en je bent er weer. Nou, je zegt heel ver weg, maar Levi Richters en Cookie Osaro, dat zijn toch wel namen die echt in de top van de divisie spelen. Ja, dat is ook zo. Alleen, ik kijk daar normaal niet echt naar. Maar als je dan in de rankings kijkt, ben je eruit gehaald en noem het maar op. Ja. Je bent met pensioen volgens hun. Het is niet zo. Maar dat is wat ik bedoel met ver weg. Ja, oké. Okay. Je hebt een nummer 1, dat is Rico. Mm-hmm. En daar ben ik van mening, daar heb je gewoon een top 20. Top, juist. Top 15, top 20, die kunnen allemaal goed tegen elkaar. En, absoluut. Ja. Levi Richters tegen Rico Verhoeven is natuurlijk nu het opkomende heavyweight highlight gevecht wat eraan gaat komen. Mm-hmm. Wie gaat die titel pakken die avond? En wie gaat dus ook jouw tegenstander worden wanneer jij voor de titel gaat vechten? Ja, ik zou het Levi gunnen. Okay. Daar niet van. Maar ik denk wel dat Rico gewoon kampioen blijft. Juist. En, is te slim. En nee, ik denk gewoon dat Rico de titel gaat behouden. Oké. Ja. Ik wil ook weer heel eventjes teruggaan naar jou. Wanneer kunnen we jou weer een keer terug gaan verwachten binnen de Glory Ring? Binnen de Glory Ring, ja, dat zal volgend jaar ergens worden. Oké. Het is al het einde van het jaar natuurlijk. Ik zat te denken, dat is best wel lang, maar het is al november inmiddels. Tijd gaat snel. Wanneer volgend jaar, ja, dat weet ik niet. Robbie, let me know. Maar ik ga eerst nog een ander uitstapje maken. Oké. Ik ga ook 7 december vechten. Netjes. Senji in Bulgarije. Oké. Heb ik een partij gekregen. Hebben we geaccepteerd. Dus dat is mijn doel voor nu. En daarna zien we wel verder. Jullie gym heeft het wel heel erg druk op dit moment hoor. Als het gaat om evenementen dat eraan gaat komen. Ja, we draaien op veel evenementen. En dat is alleen maar mooi. Juist. Weet je, hoe moet ik het zeggen? Je hebt verschillende organisaties die het ook gewoon goed doen. En voor mij, het is een partij. Maar Sentje is niet de minste. Daar hoor je ook veel van. Ja. Alleen het brengt niet de druk met zich mee die een glory met zich meebrengt. En dat is voor mij nu wel even lekker. Precies, dat begrijp ik. Even lekker. Nogmaals, ik onderschat Sentje zeker niet, want ik zie heel veel grote en leuke dingen van ze. Alleen het is iets minder de druk die een gloriepartij brengt. Niet dat ik er niet mee kan omgaan, kan er heel goed mee omgaan. Alleen voor nu is het wel even lekker. Is goed. Ja. Ik ben benieuwd. The Return of Jafar Wilness. Het is bijna zover, dames en heren. Jafar, ik wil jou heel erg gaan bedanken voor dit interview. En wij spreken elkaar snel weer. Jullie ook bedankt. En blijf ze volgen, hè. Blijf ze volgen. Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de knop. Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.